12 keer een derde. Prins Carnaval van 2011. Prins der Struiven. Prins der Struiven, als jullie dus geren wel. Ik heb uiteraard ook een hele raad van 11. Gelukkig een hele raad van 11. Maar ik heb ook altijd twee schone dames naast mijn zijde staan. Die wil ik eigenlijk als eerste naar boven hebben. Mijn twee hoofddames, Lisa en Jet, komt er vast even bij staan. En dan mag natuurlijk de harmonie pa-da-da-da-da doen. Ja, er zit een stelletje halve bij, ook dat weet ik, maar we hebben in ieder geval 11 personen. Ik zou zeggen, Raad van 11, kom eens naar boven toe, laten wij eens zien. Ze komen boven, het eerste was de toegrennen, de berg. Kees staat maar er weer daar gaan staan, hè? Dan staat er weer in de weg. Ik ga mijn best doen om ze allemaal ver te stellen. Er zit er al gelijk in het te schijten. Misschien dat hij dan ietsjes lichter wordt. Dat is een hagel nieuw gezicht. Die laat zijn eigen mee helemaal goed zien, van de goede kaart zien. Ik weet niet wat precies de goede kaart is, hij heeft veel kaarten. Dus Bart Peters, geef hem een applaus. Hagel nieuw bij de rand. Oh ja. Blijf dan maar staan. Dan gaan we eens even kijken, dan beginnen we helemaal rechts. Voor de kijkers links, dat zijn jullie, hè, kijkers. Dus Richard Jochems. Geef hem een applaus, hè. Onze loodgieter. En dan zie ik alleen maar de klep van zijn... daar staat hij. Dus de Jan Willem. Je kon nog eens een keer Willem Jan zeggen. Dat is Jan Willem. Jan Willem Ongevoort. Hij is leuk. Dan gaan we weer terug naar rechts. Want John Stuk gaat daar weer... Ja, dan niet, jongen. Wij gaan het doen, John. Platjes draaien. Ook daar ben ik goed in. Maar goed, hier is Jan. John Stuk, ga maar even naar voren toe. Geef hem een applaus, John Stuk. Gaat hij weer naar rechts. En dan hebben we weer een nieuw gezicht bij de Raad van Elf. Zeg Wilbert, dan last het hij ook. Maar, zijn achterban durf ik even niet te zeggen. Maar, Engelbert zeg maar. Maar dat die Avuna maar kent, dat is al heel makkelijk. Wilbert, geef hem een applaus. En daarnaast staat een heel bekend gezicht. Moet die kant op kijken, Jan. Jan Olmen, geef hem een applaus. John Stuk weet ondertussen. Blijf eens stilstaan. Hoe weet jij ook zoveel dan Bouw? Dan krijgen we naast John Stuk nou. Jacques Schalk, geef hem een applaus.
40 jaar niet bijgekomen, het is hem bevallen. Maar kijk ik hem mijn vel aan. De man die weet waar het bier te halen valt, die staat nou weer tussen Schak en John. Onze schaapbewaarder die elk jaar meer geld altijd kwijtraakt. Even te hebben, geef hem een applaus. De Hij moet even goed kijken. Ja. Bart. Sjaak. Ik heb de DJ nog niet gezien, maar Rubbel Hagelnieuw bij de Raad. Ja, dat zijn deze jockeys. Hagelnieuw bij de Raad. Hij had toch zoiets van, dat lekker lager. En dat is ook lager. DJ gaat dat deze jaar meemaken. Geef hem een geweldig applaus, DJ Verwaas. Dan moet ik echt even kijken hoeveel dat ik gehad heb. Want die gaat. Die steek ik aan. Pols! Ik ga jou niet vergeten, jongen. Alfons de Rooij, geef hem een applaus. Ik zou Kees vergeten. Nee, natuurlijk ga ik Kees niet vergeten. Kees met een natje daan. Met. Er zou een reden kunnen zijn om hem te vergeten, misschien. Als adjudant ga ik hem zeker niet vergeten. Kees Pumma's met een adjudant, geef hem een hartelijk applaus. Mijn bier is ondertussen al weer op, zie ik dat wel. Dat zal ook niet de eerste keer zijn vanavond. Ja, de rest, dat was dan heel te groot. En ja, de rest maar eigenlijk nog één ding. Om de kast vooral lang te maken. Zijn natuurlijk, ik moet nog een paar mensen bedanken in het altijd. Ik heb er al 10 opgenoemd. Wie heb ik nog vergeten? Volgens mij helemaal niemand. Rest hier man. Bart Peters heb ik als eerste genoemd en die zat op de schuithuis. Dat was Jan Willem. Jullie zijn allemaal Lauwers, 6-0, Excelsior. Ik moet natuurlijk in ieder geval een paar mensen bedanken. In ieder geval de brouwer, dat wij hier deze vis weer mogen geven. Geef een applaus aan de brouwer. Hartstikke bedankt. Staan er hier 2 achteren of met 3 staan ze? Oh, stop. Ja, stop, maar maar 1. Dat zijn de 2 DJ's. Wat je allemaal doet is weet ik niet, maar het gaat nog steeds goed. Dus. We hebben natuurlijk ook een fotograaf gehad, die heeft vandaag aan onze school de foto gezet. En Hugo, dat komt ook nog goed. Ik weet niet, Hugo is er niet, maar geef hem in ieder geval een applaus. En Wim Pijnakker natuurlijk, die staat daar, die mag vanavond ook foto's van deze gezellige avond. Geef hem Wim, daar een applaus. Daar is maar eigenlijk maar 1 ding. En daar is het motto van dit jaar bekendmaken. Ze staan er allemaal te 7 en de man die kan toch haar. Het motto van dit jaar is eigenlijk een klein beetje op mijn lijf geschreven. Weet wie het 40 jaar had jij echt geopend en dan heb ik besloten te gaan. Dus het motto van dit jaar is: ik steek het de draak mee. Ik steek een paar mensen gezegd. Er is eigenlijk gewoon iemand hard voor de gek houden. Op welke manier dan ook. Je stikt met iemand op draak, dan houden we voor de gek. Ja, met je geval doe je niet aan. Als je kleed waar je aan als iemand en je ik mag je wat en ik zeg jou. Mijn wagens doet dat ook. Je houdt gewoon iedereen voor de gek met dat ding. Dan zit er ook nog, ja, als je het in 2 of in 3 of in...